In de afgelopen 2 weken is alles hier veranderd. 2 weken geleden, een beetje meer dan 2 weken geleden, was hier eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. En ging iedereen nog vrolijk naar school. Was ik plannen aan het maken voor vrienden en familie die zouden komen. Totdat wij op een donderdagavond thuis kwamen. En Matthew, een van onze vrijwilligers, symptomen had van het coronavirus. Toen zaten we in 1 keer 3 dagen in ons huis in quarantaine te wachten op de uitslag van zijn test. Sindsdien is niks meer hetzelfde. Eigenlijk in dat weekend werd heel erg stilgezet bij het feit dat hier ook het coronavirus kan komen. En wat dat zou betekenen, zowel voor de range, voor onze kinderen, voor de ouderen, maar ook voor het land zelf. In een land waar het gezondheidssysteem al is ingestort voordat zo'n epidemie begint, zijn de gevolgen niet te overzien. Als we denken aan de landen in Europa met een goede gezondheidszorg, waar al zoveel doden vallen, hoe moet dat hier dan wel niet gaan? Daarom heeft de regering hier dus ook drastische maatregelen genomen. De NPH heeft drastische maatregelen genomen. En de range zit dicht, de range waar wij wonen, het land zit bol dicht. En we doen er alles aan om te voorkomen dat het virus zich hier kan verspreiden. Wat natuurlijk een hele andere situatie is dan in Nederland. Op dit moment hebben we zo'n 100 gevallen met coronavirus. En gelukkig hier nog niet op de range. En als ik hier zo ook sta en kijk over de velden en alles wat groeit en bloeit, dan lijkt het ook niet alsof hier iets is veranderd. Maar toch is alles veranderd. Bijna niemand mag de range meer af. Bijna niemand mag de range meer op. Alleen voor eten en drinken worden er nog bezoekjes gepleegd aan de stad. Wat op dit moment vooral heel heftig is dat we de verhalen die ik hoor van Matthias en Tia's, de mensen die hier zijn gekomen nu om te werken, de caregivers voor de kinderen, zij heten Tio's en Tia's, die zijn hier afgelopen vrijdag gekomen. Ze hebben iedereen opgebeld om te vragen, hey, wil je komen? Wil je blijven? Want als je hier eenmaal komt, dan weten we niet wanneer je er weer af mag. Moet je nagaan dat je die beslissing moet maken, dat je niet weet wanneer je je ouders, wanneer je kinderen, wanneer je familie weer terug kan zien. En toch hebben super veel Tio's en Tia's gezegd, ja, wij komen helpen, wij komen hier zijn, want we hebben ze gewoon heel hard nodig. Dus dat is super bijzonder om te merken dat deze familie elkaar steunt in deze tijden. En maar ondertussen wil NPH ook die families van de Tio's en Tia's helpen. Want de supermarkten zijn dicht. Geld wordt hier nog gewisseld bij een bank met een check. Maar moet je nagaan dat heel veel mensen hebben ook geen transport, hebben geen vervoer. Kunnen niet naar de bank om een check te wisselen, hebben dus geen geld. Er zijn ook heel veel mensen die afhankelijk zijn van hun dag-tot-dag inkomen. Die elke dag moeten werken voor het beetje geld wat ze krijgen. Daarvan hun eten komen en dus geen spaarpot hebben. Zijn geen sociale zekerheden. Er zijn al mensen die niet aan hun medicijnen kunnen komen, die geen eten hebben. En NPH wil hen helpen met het brengen van eten naar deze mensen. Onder alle voorzorgsmaatregelen, maar dat wij op die manier ook hen kunnen ondersteunen, omdat zij ons ondersteunen. Maar goed, om NPH dit werk te kunnen laten doen, hebben zij ook geld nodig in. We zitten hier nu zelf ook al in crisis. Donaties die normaal gesproken binnenkomen door bezoekers, ook door een grote donateur zoals Italië. Overal in de wereld hebben mensen natuurlijk te kampen met dit grote probleem. En dat merken we hier ook.